Ik heet jullie allemaal van harte welkom in de Leonardozaal van de Da Vinci College. Nou, dank jullie wel. Ik heb samengewerkt met Daan den Houter, dus een kunstenaar in Rotterdam. En die heeft al meerdere projecten gedaan met muntjes op de grond gooien met de reactie van mensen daarvan. En dat wouden we dan nu ook hier uitproberen met studenten. Wat bij ons op school is vooral, we gaan tot het concept en dan maak je wel iets, maar er wordt verder eigenlijk niks mee gedaan. Dus echt wat mensen er nou echt van vinden en ja, dat krijg je meestal niet mee. En nu zie je wel echt van hoe dat dan uitpakt. Eerst eigenlijk een project wat gestart met samenwerking van Willem de Koning. En er waren twee kunstenaars bij, dus Nico en Daan. Ja, we wilden iets interactiefs maken eigenlijk. Iets waar de studenten iets aan hadden. En dus we hebben nu eigenlijk iets verzonnen waar eigenlijk studenten hun telefoon kunnen aankoppelen. En filmpjes kunnen laten zien eigenlijk aan elkaar. Of misschien een presentatie kunnen geven buiten. Het is heel anders dan op een papiertje in de klas, de uitleg te krijgen, het concept te maken, het moodboard te maken. Nu voel je het echt uit en je krijgt echt wel meer zelfvoldoening als je het echt uitvoert. De samenwerking is dus voor ons een meerwaarde, de input van het bedrijfsleven of de driehoek daarin eigenlijk. Maar wat wij ook heel erg belangrijk vinden is creativiteit en techniek gecombineerd. En dat zie je ook terug, ja, in de personen van de studenten.